er is een groot probleem met dit klimaatakkoord. En dat is dat het kernenergie beschouwt als niet duurzaam. Terwijl juist bij kernenergie, met name in wat je noemt thoriumreactoren, zit enorme kansen. En daar heeft Nederland ook een enorme voorsprong op de rest van de wereld. Want op de Universiteit Delft zijn wij daar in onderzoek verder dan bijna alle andere universiteiten ter wereld. Dus op zichzelf prima hè, wat er gezegd wordt. Maar er is één heel groot probleem. Dat is dat we thoriumreactoren en daaraan gekoppelde gesmolten zoutreactoren, waarmee je dus heel veel veilige en duurzame energie kan opwekken, nu veronachtzamen. Daar moeten we meer aandacht voor hebben. Zeg jij dus kernenergie is de oplossing? Thoriumenergie. Thoriumenergie. Dat is een speciale vorm van kern. Dus nu gaat het met plutonium. Ja. Daar zijn allerlei problemen aan verbonden. Maar als je thorium inzet op thoriumonderzoek, hebben we een enorme kans om juist als Nederland voorop te lopen in een aantal hele belangrijke energiewinningsmogelijkheden. En dat wordt nu vergeten. Dat komt omdat men nog vastzit in het oude denken, ook in Parijs, dat kernenergie gevaarlijk is. Dat komt omdat die oude reactoren zoals Fukushima en Tsjernobyl, daar was het gevaarlijk. Maar juist die nieuwe technologie, die wordt in Delft ontwikkeld. En daar zou Nederland op moeten inzetten. Dus in aanvulling op de vorige sprekers, dit punt. Ja, het mooie van thorium is natuurlijk dat het lijkt of je iets voor niets krijgt, hè? Met een heel klein beetje thorium kun je geweldige hoeveelheden energie opwekken. Als je een kilogram zand hebt met daar een paar gram thorium in, dan praat je al snel over 10.000 liters benzine aan energieinhoud. Thorium is een metaal dat in zand, steen en erts overal ter wereld voorkomt. Het kan eigenlijk nergens echt voor gebruikt worden en is nu een afvalproduct van mijnbouw naar andere metalen. We halen elk jaar een hoeveelheid thorium boven de grond, waarmee we elk jaar 40 jaar lang alle elektriciteit wereldwijd zouden kunnen produceren. Dus we halen een enorme voorraad energie uit de grond en we doen er niks mee. Want de energie die in thorium zit, kan je er alleen uithalen met behulp van kernsplitsing. Thorium lijkt op uranium en heeft ideale eigenschappen als grondstof voor een kernreactie. Thorium zelf is niet splijtbaar, maar het is een grondstof om de splijtstof in een kerncentrale aan te maken. De belofte van thorium is dus gekoppeld aan het natuurkundige principe dat door het atoom te splitsen met een soort miniatuuroerknal een oneindige bron van energie kan worden aangeboord. Het principe waarop ook de atoombom is gebaseerd en dat ook enorme risico's kent. Risico's die nog eens nadrukkelijk zichtbaar werden met de explosie van een reactor in Fukushima. En juist dat soort ongelukken kun je volgens kernfysicus Jan-Leen Kloosterman voorkomen door in te zetten op een andere vorm van kernenergie. Nee, in Fukushima dat zou heel anders verlopen hebben met een gesmolten zoutreactor, omdat er gewoon geen radioactiviteit kan vrijkomen. De reactor zelf is inherent veilig, dus een kernongeval zou niet plaatsgevonden hebben. Want thorium betekent niet alleen een andere brandstof, maar ook een ander type motor. Die is al in de jaren 60 ontworpen door Alvin Weinberg, destijds de leidende kernfysicus van Amerika. Hij was de ontwerper van de lichtwaterreactor, de meest gebruikte kernreactor ter wereld. Maar hij ontwierp ook een andere reactor, de gesmolten zoutreactor. In plaats van een vaste splijtstof uranium onder hoge druk, is dit een lage drukreactor met een vloeibare splijtstof gewonnen uit thorium in gesmolten zout. En die blijkt veel efficiënter. In een thoriumcentrale, in een gesmolten zoutreactor, blijf je alle langlevende componenten recycleren in het zout, totdat het helemaal verspleten is. De voordelen daarvan zijn enorm. De centrale produceert veel meer energie dan uranium, veel minder afval en minder gevaarlijk afval, waar je geen kernwapens mee kan maken. En bovendien is er een automatische veiligheidsklep. In het Engels een freeze plug, een smeltplug. Dat is een prop zout die van buitenaf wordt gekoeld. Zodra de elektriciteit van buitenaf wegvalt, zal die prop smelten en zal het zout wegstromen in die opslagvaten onderin het reactorgebouw. En op die manier kun je dus ernstige ongevallen altijd voorkomen. Kijk, het is niet alleen maar een gedachte in het hoofd van een paar mensen die menen het goed te weten. In de jaren 70 van de vorige eeuw is er een proefreactor opgezet die in elk geval getoond heeft dat dat hele concept van het gebruik van gesmolten zouten, dat dat dus in principe heel goed werkt. Hè? Die reactor die heeft een aantal jaren gedraaid. De reactor werkte zelfs zo goed dat Weinberg steeds meer kritiek kreeg op het gebruik van de lichtwaterreactoren die op dat moment juist op grote schaal gebouwd werden. Het werd hem niet in dank afgenomen. Hij werd ontslagen en onder president Nixon kwam er een einde aan het experiment. Het project was eventually terminated, but I still think that, well, eventually people will come back to this way of trying to
Hij heeft zijn hele leven lang spijt gehad van het feit dat die tweede onderzoekslijn is stopgezet en dat we door zijn gegaan met de eerste. En nu, 40 jaar later, heeft een klein legertje fysici thorium weer helemaal herontdekt. Ze zijn er heilig van overtuigd dat we met uranium in de jaren 70 op het verkeerde paard hebben gegokt. En de Delftse hoogleraar Kloosterman is het daar helemaal mee eens. Ja, zo zie ik het wel eens, dat we in de jaren 70 eigenlijk een verkeerde afslag genomen hebben. En dat we toen volop hadden moeten inzetten op het gebruik van thorium in gesmolten zuidreactoren. Want het had nu echt een heel andere vorm van kernenergie opgeleverd, die schoner is, veiliger en volkomen CO2-vrij. Deze vorm van kernenergie verdient dan ook een nieuwe kans, vindt oud-senator en chemicus Kees de Lange. Absoluut, het zou voor de hele energievoorziening op wereldschaal een geweldige uitkomst zijn. Kijk, sowieso, hè, hoe je ook over fossiele brandstoffen denkt, hè, dan kun je hele bomen over opzetten. Eén ding is duidelijk, het houdt een keer op met de fossiele brandstoffen. China en India zetten daarom ook vol in op deze methode. In Europa ligt dat gevoeliger. En dat is jammer, want Europa en met name Nederland heeft goede kaarten. De Chinezen zetten wel groot in op thorium ingesmolten zuidreactoren. Maar de wetenschap en technologie is nog steeds verder ontwikkeld hier in Europa. Dus wij kunnen nog steeds de leidende rol verder uitbouwen en als eerste wereldwijd deze technologie realiseren en een reactor bouwen. Dus op zich heeft Nederland een hele goede uitgangspositie. Maar in Nederland zijn de publieke opinie en ook de politiek daar nog niet klaar voor. Zo ondervond De Lange als senator in Den Haag. Het hele woord kern is beladen, omdat we in Nederland natuurlijk de discussie over kernwapens en de plaatsing van kernraketten in Nederland gehad hebben. En dat is een heel emotioneel debat geweest. En nu is het woord kern voor de burger een schrikbeeld. De politiek en ook milieuorganisaties houden vast aan duurzame energie met alleen wind en zon. Maar voorstanders van thorium vinden dat we juist met het oog op klimaat en CO2 deze enorme belofte niet nog een keer kunnen laten lopen. Ik zou absoluut geld inzetten op thorium. Ja, ik zie voor de toekomst echt een grote belofte. En ik denk dat er zoveel elektriciteit nodig is in enkele decaden, dat ook voor deze vorm van elektriciteitsproductie een grote toekomst is weggelegd.